We openen de Heilige Schrift bij het Nieuwe Testament, het boek van de Handelingen, hoofdstuk 21, waarvan we lezen de versen 1 tot en met 14. Handelingen 21, vers 1 tot en met 14. Het is goed om even de context duidelijk te maken, het grote lijn. Paulus heeft nu jaren gearbeid in Azië en daar in het noorden, Macedonië, Filippi, Thessalonica. En zo is hij in Griekenland naar beneden gegaan, naar Kenchreë, voorstad van Korinthe. En nu is het moment gekomen dat hij werkt heel lang, 3 jaar in Efeze. En daar breekt het evangelie door. En dan besluit Paulus in de Heilige Geest, dat betekent niet zomaar menselijk, rationeel, maar met geestelijke argumenten: mijn taak in het oosten is nu klaar. Of moet voor u net andersom doen, in het oosten is nu klaar. Nee, ik doe toch goed. En nu ga ik mijn zendingsarbeid verleggen naar het westen. Maar dan ga ik eerst naar Jeruzalem. Want wil ik daar naartoe kunnen gaan, eerst alles gedaan hebben wat ik beloofd heb. Dan ga ik naar Rome. En daarom ga ik nog 1 keer die oude route tot en met Korinthe. En dat doet hij. En daar is hij 3 maanden in Korinthe in de wintertijd en wordt er niet gevaren. Dan schrijft hij onder andere zijn brief naar Rome en zegt: ik hoop spoedig tot u te komen. En ik hoop, en daar blijkt zijn plannen uit, dat jullie me willen ondersteunen voor de arbeid in Spanje, om daar het evangelie te brengen. En dat ondersteunen betekent niet alleen geld brengen, maar ook dat zij als gemeente hem uitzenden, de plaats net als in Antiochië, daar in het oosten, dat zij hem ondersteunen, dat hij daar verantwoording aflegt. En zo gebeurt het ook, zo gaat hij de gemeente langs tot in Korinthe. Dan wil hij eigenlijk, dat is de kortste weg, rechtstreeks overvaren naar de Fenicische havens. Maar dan hoort hij vlak voordat hij vertrekt dat de Joden hem willen killen aan boord, overboord werpen, en het probleem is opgelost. En daarom gaat hij met de zijnen over het land de route terug. Viert het paasfeest in Filippi, gaat over naar Troas waar hij een week blijft en dan begint dus die reis. Maar ondertussen gebeurt er iets, Paulus heeft zich niet vergist. Hij moet naar Korinthe, naar Rome, naar Jeruzalem. Alleen de Heilige Geest gaat het nu voor hem invullen dat zijn banden en verdrukking aanstaande zijn. En als hij zo afscheid neemt van de gemeente in Mileten van de ouderlingen van Efeze, dan bidden ze hem: alsjeblieft Paulus, we kunnen je niet missen. We weten dat de Heere dat zegt, dat je in Jeruzalem zult lijden, maar het is een waarschuwing dat je kunt vluchten. En dat is ook wat we nu ontmoeten in hoofdstuk 21, waar die eerst dus bivakkeert in de gemeente in Fenicië, Syro-Fenicië, en daarna doorgaat naar Caesarea. Laten we lezen: en als het geschiedde dat wij van hen gescheiden, dus dat zijn de ouderlingen van Efeze, en afgevaren waren, ze moeten zich losrukken, zo liepen, zo voeren wij rechtuit en kwamen te Kos. En de dag daarna te Rhodes en vandaar te Patara. En een schip gevonden hebbende dat naar Fenicië overvoer, gingen wij erin en voeren af. En als we Cyprus in het zicht gekregen hadden, en dat aan de linkerhand bakboord gelaten hadden, voeren wij naar Syrië en kwamen aan te Tyrus. Want het schip zou al daar de last ontladen. En de discipelen gevonden hebbende, dus ze gingen ervan uit, er moet een gemeente zijn. Ze hebben gezocht en ze hebben die gemeente gevonden. Bleven daar 7 dagen.
welke tot Paulus zeiden door de geest dat hij niet zou opgaan naar Jeruzalem. Toen het nu geschiedde dat wij deze dagen doorgebracht hadden, gingen wij uit en reisden voort. En zij geleidden ons allen met vrouwen en kinderen tot buiten de stad. En aan de oever neerknielende hebben wij gebeden. En als we elkaar gegroet hadden, gingen wij in het schip. Maar zij keerden terug, elk naar het zijne. Wij nu, vanaf hier de tekst, wij nu de scheepvaart volbracht hebbende van Tyrus kwamen aan in Ptolemais. En de broeders gegroet hebbende bleven een dag bij hen. En de volgende dag Paulus en wij, die met hem waren, gingen vandaar en kwamen te Caesarea. En gegaan zijn in het huis van Filippus, de evangelist, die een was van de zeven diakenen, bleven wij bij hem. Deze nu had vier dochters, nog maagden, die profeteerden. En als we daar vele dagen gebleven waren, kwam er een zekere profeet af van Judea, met name Agabus. En hij kwam tot ons en nam de gordel van Paulus en zichzelf, handen en voeten gebonden hebbende, zei: dit zegt de Heilige Geest. De man van wie deze gordel is, zullen de Joden alzo te Jeruzalem binden en overleveren in de handen van de heidenen. Als wij dit hoorden, baden beiden wij en die van die plaats waren, dat zij hij niet zou opgaan naar Jeruzalem. Maar Paulus antwoordde: wat doen jullie dat jullie huilen en mijn hart week maken? Want ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven te Jeruzalem voor de naam van de Heer Jezus. En als hij zich niet liet afraden, hielden wij ons tevreden, zeggende: de wil des Heren geschieden. Tot zover de schriftlezing. Handelingen 21, de versen 7 tot en met 14. Wij nu de scheepvaart volbracht hebbende van Tyrus kwamen aan te Ptolemais. En de broeders gegroet hebbende bleven een dag bij hen. En de andere de volgende dag. Paulus en wij, die met hem waren, gingen vandaar en kwamen te Caesarea. En gegaan zijn in het huis van Filippus, de evangelist, die een was van de zeven, bleven wij bij hem. Deze nu had vier dochters, nog maagden, die profeteerden. En als we daar vele dagen gebleven waren, kwam er een zekere profeet af van Juda, met name Agabus. En hij kwam tot ons en nam de gordel van Paulus en zichzelf, handen en voeten gebonden hebbende, zei: dit zegt de Heilige Geest. De man van wie deze gordel is, zullen de Joden alzo te Jeruzalem binden en overleveren in de handen der heidenen. Als we nu dit hoorden, baden beiden wij en die van die plaats waren, dat hij niet zou opgaan naar Jeruzalem. Maar Paulus antwoordde: wat doen jullie dat jullie huilen en mijn hart week maken? Want ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven te Jeruzalem voor de naam van de Heer Jezus. En als hij zich niet liet afraden, hielden wij ons tevreden, zeggende: de wil des Heren geschiede. De Heren, dat thema is, de Heren leidt de reis van Paulus verder naar de havenstad Caesarea. Twee hoofdgedachten. In de eerste plaats, we ontmoeten hier met blijdschap een oude bekende. De versen 8 en 9. En in de tweede plaats, we worden op de ernst gewezen door de profeet Agabus. Dus de Heere leidt de reis van Paulus verder naar de havenstad Caesarea. En wij worden blij door de ontmoeting met een oude bekende.
En er wordt op de ernst gewezen door de profeet Agabus. Dus ten eerste, wij worden blij door de ontmoeting met een oude bekende. De gemeente des Heren vanuit Tyrus vervolgen Paulus en zijn gezelschap de reis over zee op weg naar Jeruzalem, waar Paulus met Pinksteren aanwezig wil zijn. En zo komen ze in Ptolemais, de meest zuidelijke van de Fenicische zeehavens. Het is een reis van zo'n 50 kilometer. In het Oude Testament heeft Ptolemais nog de naam Akko. Zo wordt de stad ook tegenwoordig weer genoemd, Akko. En het evangelie is hier in Akko waarschijnlijk dezelfde tijd terechtgekomen als in Tyrus. Namelijk na de steniging van Stefanus, dat de gemeente zich verspreidde en Jeruzalem verliet. En vele Joden gingen door Galilea naar Tyrus, naar Fenicië en ook naar Antiochië, het woord sprekende tot de Joden alleen. Zo is er ook hier in Caesarea een gemeente. In Ptolemais brengen zij een hele dag door in het gezelschap van christenen die daar wonen. Waarschijnlijk het grootste huis van een van de leden dient als samenkomst voor de gemeente. Dat is geen probleem onder de eerste christenen. Ze eten samen en ze wisselen waarschijnlijk ook gegevens uit over de voortgang van het evangelie. Ze zijn benieuwd naar wat Paulus mag meemaken en hoe het evangelie verbreid wordt. In vers 8 lezen we dan dat Paulus en zijn metgezellen de volgende dag naar Caesarea gaan. Of dat stuk te voet wordt gegaan of over zee, kan ik uit de tekst niet opmaken. Over land is het 50 à 60 kilometer, want je moet dan om de berg Karmel heen. En als ze per schip gaan, kan het binnen een dag. Ik denk haast het laatste, want de andere dag staat er. Dat laat ook iets zien van het strakke schema van de schipper. En dan volgt de opmerking waar ik heel blij van word. Wij gingen in het huis van Filippus, de evangelist, één van de zeven. Één van de zeven diakenen en bleven bij hem. Mensen, wat heerlijk om Filippus weer tegen te komen. Herkent u dat niet? Je komt in de Bijbelsgeschiedenis zoveel mensen tegen van wie je bent gaan houden en dan verdwijnen ze weer en dan vraag je je af hoe is het later met hen gegaan. De Bijbel is er niet om als een encyclopedie al onze vragen te beantwoorden. We zouden willen weten hoe gaat het met de kameling. Hij reisde ze weg met blijdschap. Ja, maar hoe heeft de Heer hem verder onderwezen? Hoe is het gegaan met de koningin van Scheba? Liefde, dat zal nu ook een geheim zijn van de nieuwe aarde. Want die nieuwe aarde, we moeten ook veel meer denken uit de eenheid van de schrift. De Heere laat niet varen, horen we iedere zondag, het werk van zijn handen. Dat geldt ook van dat paradijs dat hij geschapen heeft. Dat heeft hij niet losgelaten. Satan is erin gebroken. Wij zijn meegegaan. Maar hij laat niet varen het werk van zijn handen. Dat paradijs zal er komen. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En hoe zal dat leven daar zijn, jonge vrienden? Ik weet dat niet, maar het is niet wat jij soms denkt en wat de duivel ons wil laten geloven, dat het één lange kerkdienst is met marmeren bankjes en alleen maar zingen en meer niet. Nee, het paradijs keert terug. We zullen werken, we zullen wandelen
En dat laten we verder aan de Heer over, maar er zullen ook ontmoetingen zijn. Wat zal het zijn om naar Amon tegen te komen? Joh, je bent maar zo kort daarbij de profeet geweest. Hoe is het nou verder gegaan? Heb je nou meer onderwijs van dat meisje thuis gekregen? Hoe ben je onderwezen verder? En weet je wat het heerlijke zal zijn? Zo de kamerlingen, noem ze maar op. Wie we ook spreken, er is niemand die zichzelf bedoelt. Ze zullen allen, wij allen, theocentrisch spreken. De Heere heeft. Geloof zij onze God en Vader. Geloof zij Christus de Zoon. Geloof zij de Heilige Geest. Zij hebben mij. En vul het dan maar in. De Heere zal bij allen in het centrum staan. Zijn naam alleen zal de eer ontvangen. Maar hier krijgen we er een voorproefje van ineens van die ontmoeting. Ineens komt Paulus met de zijnen terecht bij Filippus, de evangelist die hen gastvrij in huis opneemt. Filippus wordt hier de evangelist genoemd. Als we hem voor het eerst leren kennen in de handelingen, in handelingen 6, is hij een van de 7 mannen die vol zijn van de Heilige Geest en die geroepen worden om de taak van de apostelen over te nemen, om toezicht te houden op de eerlijke verdeling van de liefdegaven onder alle weduwen, zowel de Joods sprekende als de Grieks sprekende weduwen. En Filippus is een van die 7 mannen. En dan lezen we in hoofdstuk 8, dat na de steniging van Stefanus, die ook een van de 7 was en vol was van de Heilige Geest, en met grote wijsheid gezegend was, dat in handelingen 8, Filippus naar Samaria trekt. Ze moeten Jeruzalem verlaten. De vervolging is keihard ingezet. En Samaria gaat dan naar de volgorde van de Heer Jezus, beginnend van Jeruzalem, Galilea, Judea en Samaria. Hij gaat aan de Samaritanen het evangelie vertellen. En zijn bediening wordt daar rijk gezegend. En dan ineens midden in die bediening, waar wij van zouden zeggen, heren, dat kan niet. Ja, daar gebeurt het dat Filippus wordt losgemaakt en dat hij door de Heere gezonden wordt naar die woeste, eenzame weg tussen Jeruzalem en Gaza. Het is maar voor 1 man. Maar voor die ene man is die voor eeuwig tot zegen. 1 man. De kamerheer, we kennen hem, een machtige heer van de Kandake, de koningin van de Ethiopië. Deze man is naar Jeruzalem gegaan. Niet op een stedencruise, grote stedentrip. Nee, hij ging met een doel naar Jeruzalem. Dat wordt net door Lucas met name vermeld, om te aanbidden. Ik denk, ik kom er straks nog op terug, dat Lucas dat verhaal over Filippus met de kamerling gehoord heeft in huize Filippus. Ik kom er straks op terug, hij heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan. En zo voelt hij dat die man, die kamerling naar Jeruzalem was gegaan om de Heere te aanbidden. Dus in Ethiopië waren ook veel Joden. Waarschijnlijk door de Joden had hij meer geleerd dat de Heere de ware God is. En was hij op zoek gegaan naar Jeruzalem om de Heere te aanbidden. Met een heilig verlangen. Maar daar heeft hij een goede klap mee gekregen. Want weet u wat hij zag toen hij bij de tempel kwam? Daar hingen bordjes verboden voor gecastreerden. En dat was hij. Hij was gecastreerd.
vanwege zijn functie in de nabijheid van de Kandake. Maar wat heerlijk, die man is niet verbitterd. Hij zegt, de hele spul kan voor mij de lucht in. Nee, hij is diep bedroefd. Maar hij neemt niet zomaar een souveniertje mee. Hij neemt iets wat veel geld kost, omdat het overgeschreven moet worden. Hij neemt de boekrol van Jesaja mee. En met verlangen zit hij, wij zouden zeggen, de auto al te lezen. En hij is al bij hoofdstuk 53 als Filippus daar naast de weg staat. En hem vraagt, begrijpt u ook wat u leest? En oh wat heerlijk, die man, die machtige man komt, doet niet als om zijn status op te houden, alsof hij alles weet. Hij zegt, hoe zou het kunnen als ik geen uitlegger heb? Kom, weet u er meer van? Kom aan boord. Nou, dat doet Filippus en verkondigde hem Jezus. En we weten hoe het verder gegaan is. De Heilige Geest heeft dat hart van de kameling zo geopend en hij verstond, zijn verstand verlicht. Hij proefde de woorden en ineens riep hij uit, daar is water, wat verhindert mij gedoopt te worden. En toen gingen ze uit elkaar. De kameling reist zijn weg met blijdschap. Maar Filippus, zo lees ik dan, werd aangetroffen in Asdod, van oorsprong Filistijnse stad. En terwijl dit land doorging, verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam. En daar eindigt de berichtgeving over Filippus. En raakt Filippus buiten beeld. Nu komt hij weer tevoorschijn en blijkt hij is in die tussentijd getrouwd. Het gebeuren met die kameling was ongeveer 20 jaar geleden. Daarna, dus de reis naar Caesarea, daar is hij getrouwd en daar heeft hij een huis gebouwd. Hij woont daar en samen met zijn vrouw hebben ze in ieder geval 4 dochters gekregen. En Filippus werkt in de Joods-christelijke gemeente in Caesarea. Weet u die ook, als hij nog leeft, tot zijn kerkmensen behoort? Dat is Cornelius de hoofdman. Allemaal van die zaken waar je zo blij van wordt in de Heer. Ook al zien wij elkaar niet, en dat mogen we nou geloven en vertrouwen, al moeten we ze achterlaten daar toen in Caesarea, ook Cornelius de hoofdman, God zal zelf hun leidsman wezen, leren hoe ze wandelen moeten. Al raken ze bij ons uit het zicht. Maar wat is het heerlijk, de Heere brengt ze thuis. Dat mogen we geloven, hij zal zijn werk voor mij voleinden. Maar wat heerlijk om elkaar toch weer te ontmoeten, soms na jaren. Want de Heere gaat met elk van zijn kinderen dan verder, hij brengt ze thuis. Maar als we elkaar na jaren weer in dit leven mogen ontmoeten, dan praten we en ik hoop dat u begrijpt, je gaat weer verder waar je gebleven bent. Wat is dat heerlijk, die geestelijke familieband. Die verbondenheid, het is nog dieper dan een familieband. Die is mijn broeder en mijn zuster die het eigendom is van Jezus Christus. Zo treffen we hem in de gemeente van Caesarea. Die gemeente is voornamelijk, denk ik, joods-christelijk. Maar er ook heidenen die zijn toegetreden, zoals Cornelius. En vermoedelijk, hij is evangelist, verkondigt hij het evangelie niet alleen in Caesarea, maar ook in de omgeving. Het woord evangelist komen we niet veel tegen, 3 keer in de Bijbel. Hier, in Efeze 4 vers 11,
En in 2 Timotheus 4, vers 5, waar Paulus aan Timotheus schrijft: maar u wees nuchter in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist en vervul uw dienstwerk ten volle. In Efeze 4, vers 11 lezen we dat de Heere sommigen gegeven heeft als apostelen, anderen als profeten en weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Dus de evangelisten worden genoemd tussen de apostel en profeet aan de ene kant en de ouderlingen en herders en leraars aan de andere kant. Even kort weg, de apostelen, dat is een uniek ambt. Dat waren die 12 met de voorwaarde dat ze zelf met Jezus gewandeld hadden, zijn onderwijs gezien hadden, dus als ooggetuigen konden optreden met gezag. Profeten, ja, dat kennen wij niet, maar dat was ook voor de vroegchristelijke kerk. Stel nu voor, alleen dan zouden we zo niet zitten, dan zouden we ergens op de deel bij elkaar zitten. Maar dat wij nu een gemeente zijn die ontstaan is door de apostel die hier in Andelst en omgeving gearbeid heeft. 3 weken, 3 maanden. Wat een rijke tijd, en we hebben iedere moment vrijgemaakt om van hem te leren, onze vragen te stellen. En de apostel gaat weer door. Ja, dan beginnen de vragen. Hoe wil de Heer dat ik dit, wat zou de Heer willen, hoe ik daarmee omga? En je kon toen niet even een appje sturen naar de apostel, ook niet een mailtje. Laat staan een belletje doen. En ja, je kon een brief sturen, maar waar moest je hem naar heen sturen? Waar zou die ondertussen zijn? Het is maar een paar keer voorgekomen dat hij langer op een plaats was. Zo was dat in Efesus. Toen hadden ze in Korinthe hadden ze verschillende vragen. Toen zijn er gestuurd naar Efesus om de vragen voor te leggen aan Paulus. En Paulus heeft een brief geschreven waarin hij de vragen meegenomen heeft om te beantwoorden. En om die reden had de Heer, omdat dat een gemis was, gaf hij profeten. Dat waren mannen die aan de Heere de vragen konden voorleggen en van de Heere antwoord kregen. Paulus heeft dat, het voelt te ver om daar ver op in te gaan, maar Paulus heeft dat helemaal geordend. Als de een spreekt, de ander moet zwijgen. En als iemand een nieuwere openbaring gekregen heeft, moet die voorgaan enzovoort, precies. En alles is onderworpen aan het gezag van de apostelen. Wij hebben dat niet meer nodig, want wij hebben ons Nieuwe Testament. Dat is de zegen. Wij hebben, met eerbied gezegd, de antwoorden op de vragen. Alleen moet goed studeren. De vragen op de antwoorden hebben wij in de geschriften van de apostelen. Dus dat is ook een tijdelijk ambt. En dan zijn er de evangelisten. De apostelen doen hun werk wereldwijd. De evangelisten werden meer gezonden. Paulus laat Timotheus achter in Efeze en zegt: werk hier. En dan weer kom naar me toe. Evangelisten kregen de opdracht dan hier, dan daar het evangelie te verkondigen. En dan de herders en leraars, dat zijn de ouderlingen, de prekende ouderlingen, de pastorale ouderlingen, die zijn verbonden aan een bepaalde gemeente. Nou, dat even in het kort over de ambten. En we komen nog meer te weten, niet alleen dat Filippus zich gesetteld heeft in Caesarea als evangelist, dat hij getrouwd is, 4 dochters heeft, maar hij heeft, en dat is opmerkelijk, 4 dochters die nog maagden zijn en profeteren. Dat ze nog maagden zijn wordt niet vermeld als een ideaal dat we na moeten streven,
Volgens de kerkgeschiedenisschrijver Eusebius zijn ze later gewoon getrouwd. Het is meer om aan te duiden, nou hun leeftijd, jonge dames die getrouwd zouden kunnen, ter huwelijk zouden kunnen worden gegeven. Maar ze zijn nog niet ondertrouwd, ze zijn nog maagden, ze zijn nog thuis. Wat ook wel klopt in die schildering 20 jaar geleden, daar Filippi daar in Samaria, zo'n 20 jaar later in Caesarea, getrouwd, 4 dochters. Dus het zijn nog jonge dames die de huwbare leeftijd naderen. En Eusebius, een andere geschiedschrijver, vertelt dat, of dezelfde die ik net noemde, die vertelt dat enkele jaren later Filippus met zijn dochters verhuist naar Azië. En daar zijn aan het einde van de 2e eeuw de graven gevonden in de Lycusvallei, in ieder geval van Filippus en 2 van zijn dochters. Ze bereiken een hoge leeftijd en ze staan in de vroegchristelijke gemeente hoog aangeschreven. Prachtig. Door hun geestelijke betrokkenheid, omdat ze zo de dingen meegemaakt hebben in Judea, kunnen ze er ook veel van vertellen. En ik denk, dus daarom vermeld ik het ook, dat Lucas dankbaar van hen gebruik heeft gemaakt. Want Lucas, dokter, wetenschappelijk opgeleid, krijgt het verzoek van Theophilus: wil jij voor mij eens op papier zetten hoe de dingen precies gegaan zijn? En dan schrijft hij, als hij het af is, schrijft Lucas: ik heb het vanaf voren af aan nauwkeurig onderzocht. Hoe deed Lucas dat? En dan begrijp je ineens, Lucas die ging naar Maria toe. En daarom vind je bij Lucas de geschiedenis van Zacharias en Elisabeth. En hoe het bij haar ging in Nazareth. En hoe het gegaan is in de weg naar Bethlehem en de herders. Vertel mij, moeder Maria, hoe dat gegaan is. En hij schrijft het op, gedreven door de Heilige Geest. Naastig onderzocht. En dit ook van Caesarea en de geschiedenis van Cornelius. Het is allemaal bekend, omdat Lucas in deze week, maar ik denk niet eens zozeer in deze week, het is als Paulus straks gevangen genomen wordt, wordt hij getransporteerd naar Caesarea in de gevangenis. En daar is Lucas niet weggegaan. En dat Lucas zo ook bij die dochters en bij Filippus gevraagd heeft hoe dat gegaan is in Judea. Wat machtig wonder dat de Heere dat gebruikt. En dat we zo een nauwkeurig verslag hebben. En het verslag van Lucas is fenomenabel. De burgemeester bij ons heet over iedere plaats burgemeester. Maar in die tijd hadden ze de een meer een Griekse achtergrond, die plaats. Had die een andere naam. In de andere plaats was meer Romeins, weer een andere naam. En als Lucas die namen vermeldt, is het exact zoals het in die plaatsen is. Je kunt zien, de Heilige Geest heeft hem geleid. Wel, we gaan terug naar Caesarea. Filippus ontvangt hen gastvrij in huis. Minstens 9 man. Maar het is voor hem ook een wonder. Het is voor hem ook een wonder. Want die Paulus die nou binnengekomen is, die Paulus, die kent hij nog. Toen met Stefanus heeft die Paulus op de kleren gepast van de priesters en de andere leden van het Sanhedrin die Stefanus gestenigd hebben. En Paulus had een welgevallen in zijn dood. En die Paulus komt nou binnen
als een vriend en als een metgezel van degene die zijn naam ootmoedig vrezen, geliefde. Wat dat betreft, vanuit de Heere zijn er geen hopeloze gevallen. De Heere weet vijanden te veranderen in vrienden. Het wordt hier meegemaakt. En wat een wonder. Die vier dochters vrezen alle vier de Heere. Wat is dat groot goed, hè? Dat is het rijkste. En is dat ook aan ons te horen? Want op een verjaardag, luister eens, hoe wordt er gebabbeld? Gaat het over onze Jan, maar doet niks aan zijn huiswerk en komt elke keer weer met hoge cijfers terug? Het is toch wat, en dan doen we net alsof we het erg vinden, maar we vinden het prachtig om te vertellen. Wat vinden we het heerlijk om te vertellen? Mijn zoon heeft promotie gemaakt en hij krijgt er zoveel per maand bij en hij mag... Nou, vult u het maar in. Of is voor u juist het belangrijkste dat al uw kinderen van de Heere geleerd worden? En het is een zegen als ze gezegend worden in het aardse leven. We hebben christenen nodig op alle posten. Maar wat een zegen als ze bezit, als niet bezittende. Als een zoon die professor wordt tegelijk zo eenvoudig en teer is als het gaat om de Heere en zijn dienst. Want... ach, geliefde, al die rijkdom. Voor mijn part, hè, sta je in de quote dat je 630 miljoen hebt. Als je je adem uitblaast, word je in de kist gelegd en je hebt geen rode cent meer. We hebben niks. Dat verbeelden we ons, maar we hebben niks. We moeten het alles aan anderen achterlaten. En we weten nog niet eens van alle dingen wie ermee vandoor gaat. En de rijke man stierf ook. Hij sloeg zijn ogen op in de hel. Ach, Heere, maak mijn kinderen niet rijk dat ze u niet vergeten. En niet arm dat ze u niet vloeken. Bad de moeder van Agur. Wat is er rijker dan op de dag als Jezus komt te mogen zeggen: zie wij en de kinderen die u ons gegeven hebt. Vier dochters die profetes zijn. Wat betekent dat? Het is met name in de Bijbel, want het is frappant, hè, straks wordt er geprofeteerd, is niet door de dochters, niet door de dochters van onze broeder, van Filippus. Dan komt Agabus uit Jeruzalem. Dat deze dochters profeteren, kan zijn dat de Heere hen gebruikt om voor andere vrouwen de Heere te vragen. En dat zij gebruikt worden. Godvrezende vrouwen worden in Israël soms profetes in Israël genoemd. Denk aan Anna. Die weduwvrouw op hoge leeftijd, die daar bij Simeon de Heer Jezus heeft mogen ontmoeten. En daar, op vlakke zouden we zeggen, kittenwuffie, ze ging er nog van tutte takke takke tak. Ze ging rond heel Jeruzalem naar allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Om te zeggen, hij is gekoren, de Messias. Dat is een geheim. Maar dit is duidelijk, zeg Calvijn, Paulus laat het nageslacht van Eva niet toe om in de gemeente te leren. Waarom niet? Kunnen vrouwen dat niet? Ach, mensen, we hebben als man en vrouw onze eigen aardigheden, maar onze eigen gaven. Ik zeg niet, vrouwen kunnen dat niet, maar het is de wil van de Heere dat vrouwen in de kerk van Christus niet zullen onderwijzen. Zij zijn de heerlijkheid en het beeld van de man. En de man is de heerlijkheid en het beeld van Christus. Dat is wat God bepaald heeft. En aan wie
het ook overlaten. Als het gaat om de profetie aangaande Paulus, komt er een man uit Jeruzalem. En Calvijn schrijft, we weten niet hoe deze dochters hun profetische roeping ten uitvoer hebben gebracht. Maar dit is voor Calvijn zeker, namelijk dat de geest van de Heere deze dochters op zulke wijze gematigd heeft, dat de door hem gestelde orde niet verbroken werd. En hij voegt eraan toe, omdat de Heer het aan de vrouwen niet vergunt om een publiek ambt in de kerk te bekleden, het waarschijnlijk is dat zij thuis of in een besloten kring buiten de gewone bijeenkomst geprofeteerd hebben. Maar ik wil niet in die discussie nu verzanden. Ik wil veel eerder aanbidden dat die vier dochters de Heere vrezen. En ze zijn nu in 2024 in de hemel altijd bij de Heer om de Vader, de Zoon en de Heilige Geest te aanbidden. En laat dat onze grootste wens zijn als vader en moeder. Dan is het een belangrijk gebedsonderwerp. En dan proeven onze kinderen wat voor ons het zwaarste weegt. En wat voor ons het belangrijkste is ten aanzien van hun heil. Wel, dat is de blijdschap die we daar krijgen. We worden in de tweede plaats gewezen op de ernst door de profeet Agabus. Ik weet niet of het in de kerkdienst is of een gewone informele samenkomst. Maar terwijl ze samen daar allemaal gezeten zijn, gaat ineens de deur open en komt er een profetisch figuur onze geschiedenis binnenwandelen. Je kunt hem al eerder tegenkomen in Handelingen 11, vers 27 en 28. Daar lezen we dat Agabus met enkele andere profeten van Jeruzalem naar Antiochië is gekomen om te profeteren door de Heilige Geest dat er een grote hongersnood zou komen over heel de wereld. En Lucas vermeldt dat deze ook gekomen is tijdens de regering van keizer Claudius. Maar nu komt Agabus speciaal voor Paulus en zijn gezelschap naar Caesarea. En hij spreekt tot hen en tot de gemeente van Caesarea. Speciaal voor Paulus. Hij komt waarschijnlijk binnen terwijl Paulus en de anderen aan het spreken zijn. Want Lucas vermeldt in vers 11, die zit vlak naast Paulus. En hij kwam tot ons, hij kwam rechtstreeks op ons af. En nam de gordel van Paulus. Jongens en meisjes, die gordel, men had eeuwenlang gordels. Kijk, ik heb nu een lange jurk aan, de toga. Dat is een mooi symbool dat ik erachter weg ga. En dat het gaat, dat ik alleen maar dienaar ben als ik het woord spreek. Maar zo, daar kun je niet mee lopen. Als ik trapje af moet, dan moet ik altijd voorzichtig zijn. Zorg dat ik het vast heb. En ik doe het omhoog, want anders trap je op de punt ervan. En ben je eerder beneden dan de bedoeling is. En dat wil je niet. Nou, dat was nou met die lange kleren vroeger. Hoe deed men dat? Men had een gordel. Vandaar dat je dat beeld ook veel in de Bijbel tegenkomt. Met omgorden en zo. Dan werd er Ze zijn natuurlijk in allerlei soorten gemaakt. Maar een gordel om je lijf, om het op te binden. En dan had je je benen vrij en kon je gaan lopen en wandelen. Nou, die gordel die Paulus om heeft, neemt Agabus af. En dat kan ik niet voordoen. Maar ik moet even voorstellen dat je in een kring met zalen zit en Agabus op de grond. En hij pakt die gordel van Paulus, bindt zijn eigen armen vast en zijn voeten. En trekt met zijn tanden dat touw, trekt hij alles strak. En wat zegt hij? Alzo zegt de Heilige Geest. Wat de Heilige Geest te zeggen heeft. Dat de man van wie deze gordel is op de wijze die
Agabus heeft uitgebeeld, in Jeruzalem gearresteerd en gebonden zal worden. Dus hij beeldt de boodschap heel visueel uit. En de profetie komt zo op twee manieren goed binnen, door beeld en geluid, door de oorpoort en door de oogpoort. En beide aspecten brengen samen het woord van God over, waarvan Jesaja zegt dat het vervuld zal worden. Deze profetie van Agabus doet denken aan andere voorvallen uit het Oude Testament. Denk bijvoorbeeld aan de profeet Ahia, de Siloniet, die de nieuwe mantel scheurt en zegt, alzo zal het rijk van koning Salomo uiteengescheurd worden. Denk aan Jesaja, die te midden van de mensen blootsvoets en naakt rondloopt om te laten zien hoe de Egyptenaren door de Assyriërs, de Egyptenaren waarop men vertrouwt, in ballingschap zullen worden weggevoerd. Dat doet ook herinneren aan Jeremia, die een juk om zijn hals moet doen en zo moet lopen, en een akker moet kopen en verkopen. Nou, zo kan ik doorgaan. Ook de formulering doet denken aan het Oude Testament. Dit zegt de Heilige Geest, wat? De man van die deze gordel is, zullen de Joden op deze manier in Jeruzalem binden en in de handen van de heidenen overleveren. En hoort u dat? Er komt iets bekends. De woorden van Agabus lijken op de woorden van onze Heer Jezus Christus. Agabus spreekt over de arrestatie van Paulus, zoals de Heer Jezus gesproken heeft over zijn eigen arrestatie door de machthebbers van Jeruzalem en zijn uitlevering aan de heidenen. En tegelijk is het weer heel anders. Bij Christus hebben de Joden hem aan de Romeinen uitgeleverd om hem te doden. En Paulus wordt straks in het verdere, als hij in de tempel is en ze vallen als roofdieren op hem aan en ze willen hem lynchen, door de Romeinse soldaten die via de trap van de burcht Antonia, die in de tempel uitkomt, hem redden uit de hand van de Joden. Dat is dus de profetie. En nou is er een groot verschil met wat er gebeurd is in Tyrus. Daar waren ook profeten. We hebben dat ook gelezen. En toen zei die profeten, toen ze dat kregen en zeiden, wat zeiden ze toen, Paulus, dat is een waarschuwing, je moet niet naar Jeruzalem gaan. En dat is mooi, ze houden van hem. Ze kunnen hem niet missen. Kijk, en dat is nou, want daar kunnen jongeren soms ook mee zitten. De een die bidt tot de Heer en zegt, ik heb rust gekregen, dit is het antwoord. En de ander zegt, ik heb gebeden tot de Heer en dat is het antwoord. Net andersom. Hoe kan dat nou? Is de Heilige Geest, is die als een windvaantje? Nee. In de kern hebben ze ook in Tyrus gelijk. De Heilige Geest heeft gezegd dat Paulus gebonden zal worden in Jeruzalem. Alleen toen kwam hun eigen emotie. En als er naar mijn eigen emotie over wat de Heer me duidelijk maakt heen komt, dan ga ik redeneren, dat kan toch Gods bedoeling niet zijn. Paulus kan nog zoveel betekenen, hij kan nog naar Spanje, hij kan nog naar Gallië, hij kan nog naar Noord-Afrika. En dan wordt het helemaal logisch. Nee, Paulus, zorg dat je wegkomt. Dat doet Agabus niet. Agabus zegt, alzo, die heeft het niet over een waarschuwing, maar over een profetie die werkelijkheid zal worden. Alzo zal die man gebonden worden te Jeruzalem. Waarom doet de Heere dat nu? Waarom elke keer onderweg die waarschuwing op dat die christenen zullen weten dat als Paulus dat overkomt en uiteindelijk op transport wordt gezet naar Rome,
dat God de controle niet kwijt is, maar dat het gebeurd is omdat hij in zijn goddelijk plan dat heeft uitgedacht. En voor Paulus is het een bemoediging om te volharden in de weg die hij heeft te gaan, want het is niet eenvoudig. En wat heerlijk, Paulus hangt niet de held uit, maar hij buigt voor de wil van God. En zo is het, is de houding van Paulus voor ons als christenen een leerzaam voorbeeld van onverschrokken volharden. Ook voor ons is het een les. Paulus heeft niet alleen het evangelie gepreekt, maar heeft gezegd, ik heb het er ook voor over dat ik in Jeruzalem voor het evangelie gedood word. En let op, Agabus, op geen enkele wijze zegt tegen Paulus, je moet niet naar Jeruzalem gaan. Nee, weet je wat je nu doet? Kom steeds dichter bij Paulus, nou doet zijn eigen metgezel Lucas het. En de andere christenen die hij meegenomen heeft vanuit de gemeente die hij heeft opgezocht. En ze smeken Paulus onder tranen, doe het niet Paulus, we kunnen je niet kwijt, we moeten nog zoveel leren. Paulus, je bent te kostbaar om te sterven. Op zich prijzenswaardig dat ze hem zo lief hebben en dat ze hem niet missen kunnen. Dat zonder hem de gemeente naar hun gevoel niet kunnen overleven. Ja, zo zien wij dat soms als een dominee weggaat of als onze man of vrouw ziek is. Dat kan niet, zeggen we, dat kan niet, want als dat gebeurt kan ik niet verder, menen we. Al kan er inderdaad een moeilijke tijd aanbreken of een magere tijd als de dienaar weggaat. Ja, de tijdvorm voor dat smeken geeft aan. Het is niet zomaar ze het één keer vragen, alsjeblieft. Maar ze blijven aan de gang en dringen. Ze houden heel pleidooi om Paulus te overtuigen. Een druk die voor Paulus bijna ondraaglijk moet zijn. Maar al hun smeekbeden kunnen de vastberadenheid van Paulus niet verzwakken. Hij wil de weg van de gehoorzaamheid gaan. En hij is er bereid, hij is er klaar voor om ter wille van zijn meester zowel gevangenneming te ondergaan als de doodstraf. En de Paulus doet dat alleen niet omdat hij zo heldhaftig is, maar omdat de Heer heeft laten weten, dit is mijn wil. Hij wordt al heel lang gebonden door de geest, geleid naar Jeruzalem, niet wetend wat ik ontmoeten zal, zegt hij. Dat voelt de Heer, die geeft dat van tevoren ook niet, dat zouden wij wel willen. Maar hij geeft het niet van tevoren op een rijtje, maar van stad tot stad betuigende dat mijn banden en verdrukking aanstaande zijn. En Paulus wil zich van de geest niet losrukken. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Hij hoort en gehoorzaamt. En Calvijn schrijft, op deze wijze moeten we ons aan de leidingen van God overgeven. Zodat geen overweging van voordeel of enig andere aard ons zal afbrengen van de weg van de gehoorzaamheid. En dan, daar hoop ik nog een aparte preek over te maken, hoe kan Paulus nou zo volharden? Nu alleen nog de vraag waarom Lucas en die andere metgezellen en mogelijk ook Filippus in zo'n druk uitoefenen. Wel, allereerst zien we hierbij de vrienden van Paulus, de neiging die u en ik allemaal hebben. Namelijk dat we snel weten wat de wil van God voor iemand anders is. Maar ik moet niet Gods wil voor een ander vaststellen. Als de Heer mij niet een bepaalde verantwoordelijkheid voor een ander gegeven heeft, kan ik niet weten, dat is heel persoonlijk, wat God met die ander wil. Maar wij moeten, daar gaat het om,
ons bekommeren, wat wil God dat ik zal doen? Wat iedere dag, wat wilt u dat ik zal doen? Dat is het eerste. En twee, in de tweede plaats proberen Lucas en de zijnen de wil van God in harmonie te brengen met hun eigen vooroordelen. En dat is heel herkenbaar. We redeneren dan, als Paulus naar Jeruzalem gaat, zal die lijden. En worden wij van zijn bediening beroofd en wij kunnen die nog niet missen. En Paulus kan nog zoveel tot zegen zijn. Ja, dat kan niet de wil van God zijn. Ja, dan zit je langs de weg. Dat kan niet de wil van God zijn. Maar het kan wel de wil van God zijn. Filippus moest weg uit Samaria, die rijke, vruchtbare gemeente vol wonderen voor die ene man tussen Jeruzalem en Gaza. Dat kan wel God. Ik weet niet. Kijk, je mag bidden. Als de ziekte is, dat doe ik ook. Als de ziekte, Heer, als het mogelijk is, geef genezing. Dan mag je bidden als moeder, als vader. Mijn kinderen zijn nog zo jong, mag ik ze op hun plek brengen. Maar je weet niet wat Gods wil is. We hebben het zelf meegemaakt. En nu ik 10 jaar later zeg ik, het is voor dat gezin. Ze missen hun vader verschrikkelijk. En gelukkig bellen ze me dan geregeld met hun vragen. Maar het is voor hen geestelijk niet slecht. Ik geloof dat ik zeg mag dat ze alle drie de Heere vrezen. Dat was ook het gebed van Peter en zijn zorg. Terwijl ik zou zeggen, Heere, dat hij bij ze blijft en opvoedt is veel beter. Maar ik zie dat nu hun leven door gestempeld is door de ernst. En ook bij mijn andere kinderen en kleinkinderen bij verschillende werkt dat door. Ik kan Gods wil niet weten. En eigenlijk wordt dat in onze tijd nog veel lastiger. Want heel veel relaties en dingen worden tot gereduceerd tot die simpele vraag. Ja, wat heb ik eraan? Dat zien we ook terug in het denken van kerkmensen. Dan iemand die met een moeilijk huwelijksleven. En die niet bidt, Heere, geef mij wat ik nodig heb om een christelijke man te zijn. Maar die jaren gebeden heeft, alsjeblieft mijn vrouw veranderen. Die zegt op een gegeven ogenblik, God wil niet dat we ongelukkig zijn. Als ik niet gelukkig ben, is zijn wil niet. De andere vrouw kwam op mijn pad, ik heb er niet om gebeden, het is niet gebeurd. En ze houdt van me en ik van haar. En de liefde is toch van de Heere, wat kan erop tegen zijn? Ja, zo redeneren wij. Maar ik bedoel dus niet dat we ervoor kiezen om te lijden. De Heer Jezus gaat ons ook voor met het gebed. Vader, laat deze dingbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. We kiezen er niet voor om te lijden. Als je dat doet, is er iets mis. Nee, we kiezen wel voor de wil van God dat die gedaan wordt. Ook al betekent die wil van God lijden. Maar wilt u mij niet verlaten? Wees nabij. Dat is iets anders. En nou moet ik het begrip van de leiding van God niet afhankelijk maken van mijn eigen geluk. Ik moet ook niet preken omdat ik het zo fijn vind om te preken. Ik moet preken omdat de Heere wil dat ik preek. En we moeten als ouderlingen en oudsten niet dienen omdat het altijd zo fijn en zo makkelijk is. Maar enkel omdat God ons geroepen heeft en God dat wil. En in de derde plaats zit er in de reactie van Lucas en de andere vrienden van Paulus meer een horizontale dan een verticale lijn. Hun liefde en loyaliteit, het is hartverwarmend. Ze willen Paulus behouden. Maar hun motieven, hoe nobel ook, zijn kortzichtig.
Ze zien het uiteindelijke doel van God niet. Ze kijken naar wat goed is voor Paulus en voor hen. Maar ze zien niet wat goed is voor God. En dat is dat zijn naam verkondigd wordt voor de keizer van het wereldrijk. Dat Jeruzalem, Rome, het evangelie verkondigt. Hoe gaat het verder? Paulus blijft niet onberoerd, nee, het is geen man van staal. Het valt op dat Lucas nu Paulus sprekend invoert. Paulus vraagt, en wat doen jullie, waar zijn jullie mee bezig? Wat zijn jullie aan het doen, typoeite? Wat zijn jullie aan het doen? En hun smeken en hun huilen heeft een emotionele impact. Hij zegt ook, jullie breken mijn hart. Hij ervaart het alsof ze met breekijzers de boel open willen hebben, hem los willen wrikken van de Here, terwijl hij de Here wil volgen en gehoorzamen. Wat doen jullie om mij zwak te maken? En dat niet in één zin, nee, achter elkaar door. Jullie blijven maar doorgaan. Waarbij jullie me onder druk zetten. Stop alsjeblieft. Om mijn vastberadenheid niet te breken. En dan voegt hij eraan toe dat hij vastbesloten is. Met nadrukkelijk gebruikt hij het woordje ik. Bij de laatste halte van Caesarea voor Jeruzalem blijft hij bij zijn besluit om door te gaan naar Jeruzalem. En daar gaat het nou om in de dienst van de Here. Indien het mogelijk is, maar niet mijn wil, doch uw wil geschieden. Gehoorzamen aan zijn wil, ook als ik zelf anders wil. Als ik het zelf anders zie, kinderlijk gehoorzamen. En vertrouwen als ik niet zie dat de wil van God goed is. Al wat hij zegt is gans volmaakt en recht. Zegt u amen? Amen. Psalm 84, nu het derde vers en zonder nadere aankondiging naar dankgebed. Het zesde vers 84, nu vers 3, straks vers 6.